Goedendag Telegraaf, vandaag van dinsdag 7 juni. De dag dat we horen dat we al onze wachtwoorden moeten veranderen vanwege een grote hack. Om welke sites gaat het? Wat kan er gebeuren als je het niet doet? En wat is een goed wachtwoord eigenlijk? Waar voldoet dat aan? Bij mij in de studio Rolf Venema, onze tech-expert en cyberdeskundige. Welkom Rolf. Ja, dat is schrikbarend nieuws ineens. Ja. Grote hack en we moeten alles veranderen. Wat is er aan de hand? Ja, nou, er zijn in feite de wachtwoorden van miljoenen gebruikers van drie grote sites zijn naar buiten gekomen. MySpace, Tumblr en LinkedIn. Die hacks die waren al jaren geleden, hadden die al plaatsgevonden, maar die wachtwoorden zijn nu een beetje in de openbaarheid gekomen. En wat doen de meeste mensen? Die gebruiken één wachtwoord voor een heleboel verschillende diensten. Dus als jouw LinkedIn-wachtwoord hetzelfde is als Gmail-wachtwoord, dan heb je nu een groot probleem. Want dan kunnen ze vervolgens in je e-mail en dan... Ja, nou, als je mensen in je e-mail kunnen, dan heb je het grootste probleem, want dan kunnen ze zich aan identiteitsdiefstal doen en dan kunnen ze zich voordoen als jou en via je e-mail allerlei dingen aanvragen. Als ze zelfs nog een beetje persoonlijke gegevens van je kunnen krijgen, wat in je e-mail ook heel makkelijk kan natuurlijk, een beetje graven. Dan kunnen ze zo creditcards op jouw naam aanvragen, et cetera. Nou, dan heb je echt een groot probleem, want dan gaat het ook in één keer heel veel geld kosten. Juist, maar we hebben het nu over een paar grote sites, maar als ik bijvoorbeeld aan mijn ING denk of aan Facebook, daar is dus niks meer aan de hand? Niet direct. En in Nederland hebben de meeste banken ook gewoon goede beveiliging met authenticatie, met je bankpas. Dus zonder je bankpas kom je er al niet in. Dus daar hoeven we nog niet druk over te maken. Identiteitsdiefstal is het grootste probleem. Deze. Okay. Ja. Maar stel, ik zit op Tumblr of op LinkedIn en ik doe niks op dit moment. Hoe groot is het gevaar dan dat ze inderdaad in mijn e-mail komen? Nou, het is vrij groot. Want tenminste, als jij je wachtwoord in de laatste tijd niet veranderd hebt. En laten we wel wezen, we zijn een beetje luie mensen. En heel veel mensen die hebben al een heel makkelijk wachtwoord. En die veranderen dat ook niet heel erg vaak. Wat je daar eigenlijk moet doen, is een password. Ten eerste al je wachtwoorden veranderen. Dat was het advies natuurlijk ook gewoon. Gebruik lange wachtwoorden. Gebruik daarin leestekens. Gebruik daarin cijfers. Die zijn sowieso al moeilijk te krijgen. Raken, dus dan kan het ook niet gekraakt worden. Ook moeilijker voor jezelf om te onthouden. Ja, zeker. En een van de tips die ik dan heb is inderdaad gebruik een password manager. Dat zijn programma's, er zijn een heleboel verschillende van. Dat zijn programmaatjes waarbij je eigenlijk alleen je wachtwoord voor die password manager moet onthouden en af en toe natuurlijk ook moet veranderen. En die zorgt ervoor dat die maakt voor jou hele lange moeilijke wachtwoorden aan en voor elke dienst iets anders. Ja. En de programmaatjes helpen je dan om dat automatisch in te voeren, zodat je niet alles met de hand hoeft in te voeren. Dus hoef je echt nog maar één wachtwoord te onthouden. Ja, inderdaad. Ja, ja. Wel vaak veranderen, want als ze natuurlijk toegang hebben tot die, dan heb je ook weer wederom een groot probleem. Ja. En de tweede tip die ik kan geven is gebruik tweetraps authenticatie. Dat is een beetje een moeilijk woord, maar waar het eigenlijk in feite op neerkomt. En bijna alle grote bedrijven doen het. Google, Apple, bijna allemaal. Dat is als jij inlogt, je gebruikt je wachtwoord, je tikt je wachtwoord in, dan krijg je een sms'je of een berichtje op je telefoon via een app, wordt dat ook vaak gedaan, waarin nog een wachtwoord staat. En dat is een aangemaakte code, dus die is ook elke keer weer anders. Die tik je in en dan kun je inloggen. En dat wil dus zeggen dat zelfs als een hacker jouw e-mail of jouw wachtwoord heeft, dan kunnen ze nog proberen in te loggen wat je wil. Zolang ze jouw telefoon niet hebben, kunnen ze daar niet bij. Dus, ja. En dat is een heel goed beveiligingsmethode die inderdaad ook hackers echt afschrikt. Want het is ook zo, als zij zien dat jij tweetraps authenticatie gebruikt, dan denken de meeste hackers al van, ik ga naar de volgende die dat niet doet. Te moeilijk. Ja, precies. Want je kunt het vergelijken met de fiets. Als daar een hele mooie fiets staat in het midden van de stad, met één lullig slotje erom, en je zet jouw krakkemikkige fiets met een goed degelijk slot vast, ja, dan gaat de fietsendief voor die mooie met het lullig slotje. Ja. En niet voor jouw krakkemikkige fiets met dikke slot. En dat werkt zo ook bij hackers. Mooie vergelijking. Nou, ik heb wat te doen geloof ik, want ik heb ook heel veel websites gewoon hetzelfde wachtwoord. Dat lijkt me een heel goed plan inderdaad, om dan te veranderen. Dankjewel Rolf. Alsjeblieft. Rolf Venema was dat en dit was Telegraaf vandaag. Meer hierover ook op onze site. Graag tot snel. Fijne avond. Dag.